Belgische natuurbeheer bedoelen we eigenlijk mee de oude ambacht, om werken met de paarden, om dat weer terug te brengen in de natuur en in ons werkveld. De Week van het Geld is een nationaal programma waarin geprobeerd wordt om kinderen zoveel mogelijk bewust te worden van alles rondom het thema geld. We zijn een paintballhal zijn we op aan het bouwen. En daarmee hopen we iets moois voor Brunsum en deze wijk en de omgeving neer te zetten. Het is heel belangrijk dat mensen nadenken over de kwaliteit van hun woonomgeving. En daarom wilden we graag weten waar de jongeren in deze wijk zich mee bezighouden. En ze moeten hun eigen wereld waar ze zelf in gaan leven moeten schoonhouden. In Brunsum heb je de Brunsumer Heide en aan die kant heb je de Schinveldse Bossen. En die connectie die kun je beleven via dit fietspad. Het mooie is eigenlijk als je kinderen kunt vertellen hoe een stoomtrein werkt, hoe een machine werkt. Paarlo is toch de grootste wedstrijd van Limburg voor mij. Dus ja, het is echt spectaculair. In de loop der jaren is het evenement gegroeid en nu is het echt een mega groot evenement. Ik vind het wel heel mooi om te zien hoe en die kinderen en die ouders ontzettend dankbaar zijn voor de meest kleine dingen die je voor ze doet eigenlijk. Wij bieden een veilige plek, we bieden de liefde aan, we bieden een slaapplaats aan, maar wij worden niet vervanger van de ouders. But people from that era are highly respected and remembered, and it's great to be part of something that is still keeping those feelings alive. This was a bright spot in our term of the war, being in a place like Brunsum where everybody was so gracious. We waren, en volgens mij zijn we dat nog steeds, een buitengewone gemeente. Ik zou niet verder kunnen leven zonder te weten dat eindelijk iemand dankjewel zegt tegen die mensen. Military Meeting Point is een plek waar militairen, oud-militairen, veteranen van elk allure zich moeten kunnen treffen in een veilige omgeving. Mijn leven is heel erg veranderd. Ik zeg altijd zo, ik ben toegetreden in de wereld van de lezende mensen. Wij leren meer Nederlands. Het is goed van praten, luisteren en ik vind het leuk. Het is heel goed. Ja, sindsdien dat ik bij Beterburen ben, werk ik mezelf weer omhoog voor de arbeidsmarkt. En zodoende gaat het eigenlijk supergoed. Kweekend Perspectief is een muziekprogramma waarin we kinderen kennis laten maken met muziek algemeen, maar met harmonie, fanfare, instrumenten in het bijzonder. We leggen geen verbod op vis, helemaal niet, maar we willen wel bewust worden dat kinderen water kunnen drinken. We hopen, omdat we gezonde basisscholen van de toekomst zijn, dat de kinderen ook een gezondere leefstijl gaan creëren. Een hark en zo, en dat was heel zwaar. Nu is het allerbelangrijkste dat het gered is. En een herbestemming zal zonder meer wel gevonden worden. Ik heb zonnepanelen gelegd en we hebben de warmtepomp laten installeren. We willen binnen ons bedrijf toch een steentje bijdragen aan een duurzaam Nederland, een duurzame wereld. Het gaat je groot schelen op je stookkosten en je krijgt een veel aangenamer binnenklimaat. Trouwen kunnen jullie in Brunsum precies zoals jullie dat willen. Op de plek die jullie uitkiezen en natuurlijk met de trouwambtenaar die jullie zelf uitkiezen. Dus voor de mooiste dag van je leven kom je naar Brunsum. Wat mij aanspreekt in het stadcentrum van Brunsum is het kosteloos parkeren, het overdekte winkelcentrum en zeer zeker zijn ligging. Ja, er is gewoon een bepaalde sfeer in Brunsum die je nergens anders vindt.